The Bodyguard, een grote nieuwe musical in het Beatrix Theater in Utrecht. De show heeft al in Londen gestaan, op West End, en maakt op dit moment een hele succesvolle tournee door Engeland heen. En daar zijn wij met z'n allen, onder andere met Caline Brouwer, de regisseur, naartoe geweest om te kijken, wat doet die show nou met een publiek? Nou, als je een avond helemaal gek gemaakt wil worden door juichende, meezingende, klappende mensen, dan moet je naar The Bodyguard. Daar kwamen wij in Glasgow, want daar waren we, kwamen we achter. Het is een ongelooflijk fijne avond met een beroemd verhaal wat iedereen kent van de speelfilm met Whitney Houston en Kevin Costner, wat op een hele goede, moderne manier vertaald is naar een musical toe. We hebben de rechten gekregen om er onze Bodyguard van te maken. En als je zou kunnen zien wat ik al gezien heb, wat er met decor ontworpen is, dat is echt geniaal groot. Het heeft echt de Beyoncé Madonna uitstraling in de concertfrequentie die je daar gaat krijgen. Aan de andere kant worden de kostuums ontwikkeld die zo mooi zijn met leer wat helemaal verweven wordt en spannende topjes en mantels. Kortom, je krijgt als je naar de Bodyguard gaat, krijg je een heerlijke avond uit waar je met je vriendinnen, met iedereen naartoe kunt om er een heerlijke avond uit te gaan beleven. We gaan zo meteen met z'n allen naar buiten. Dan stellen we jullie voor aan natuurlijk Romy en aan Carolien, maar ook aan de hele cast. Dat vonden we leuk om te laten zien dat het een grote, lekkere, moderne musical is. Waar je fantastische dansers en danseressen ook te zien krijgt. Nou, je gaat zo meteen zien. Het beste aan de Nederlandse dans komt voorbij daar. Ja, dames, in de musical, in de Bodyguard, wat worden jullie rollen? Wat gaan jullie doen? Nou, ik ben vast ensemble lid en understudy voor de backing vocals. En ik ook heb een vaste ensembleplek en ik ben ook understudy van de backing vocals en understudy van Nikki. En ik ben ook nog in de race voor understudy Rachel. Zo. Dus heel spannend. Hebben jullie de musical al eerder gezien in Londen? Nee, ik heb het helaas nog niet gezien, maar ik ben wel van plan om te gaan. Een van deze maanden wil ik wel echt even gaan kijken. En de film? De film wel. Ja, oh, die heb ik echt heel vaak gekeken. Te vaak misschien. Ja. Is de film nu hetzelfde als de musical of zit er daar toch wat verandering in? Dat gaan we zien. Ja, ik denk dat die toch wel echt wel naar het nu wordt gezet. Ja. Dus echt jong, fris. Precies, en wat Albert Vrienden ook zei, echt dat een beetje dat Beyoncé, Madonna concerten gehad. Vuurwerk. Ja. Hè? Heerlijk. Ja, het decor schijnt gigantisch te zijn. Dus, amazing. Dus we gaan het zien. Ja. We gaan het zien. En in Beatrix Theater, ik denk toch een beetje de swingende hal van Nederland, denk ik. Ja. Maar het gaat om musicals. Zeker. Ja, zeker. Ik heb er nog nooit gestaan, dus voor mij wordt het de eerste keer. Maar het is supermooi theater. Ik word ook mijn eerste keer. Natuurlijk hebben we er wel musicals gezien, maar het is ook wel heerlijk om lekker daar te staan. Lekker vast. Prachtig theater. Lekker centraal, denk ik. Ja, precies. Ja. Ja. En dan de muziek, Whitney Houston. Wat doet het bij jullie? Oh my god. Ik ben ermee opgegroeid natuurlijk. En ik ben super fan van Whitney. En we zijn er allebei mee opgegroeid. Ja, we zijn er allebei mee opgegroeid. Dus ik weet nog dat ik ook gewoon als kleine meid gewoon concerten gaf voor mijn poppen. Ik ook. En op Whitney. En dat
Die muziek is fantastisch. Ja. En dat, dat is ook wel echt het, het belangrijkste. Ja, en om dat nu elke dag te kunnen horen, dat is alleen maar een cadeautje. Robert, de geruchten gingen dat jij de bodyguard zou zijn, maar je stapte niet uit het vliegtuig. Nee, ik stapte niet uit het vliegtuig. Nee, nee. Ik ben Ray Kort. Ik speel een FBI-agent, vriend van Frank Farmer, die me helpt met het onderzoek. En ik ben understudy van Frank Farmer. Aha, dus die nog? Dat wel, ja. Dat ja. Wel. Dus wel, uiteindelijk wel, maar nee, weet kort. Andere rol. Had jij de musical al gezien in Londen? Ja, ik heb hem het is 3-4 jaar geleden misschien gezien. Toen het daar draaide, toen had ik niet Heather Headley, maar haar alternate. En ja, ik ben zelf enorm Whitney-fan. Ik vind haar muziek te gek. Vooral haar stem vind ik prachtig. En ik ben wel heel benieuwd hier naar hoe het hier gaat worden. Ik denk dat de stem van Romy echt enorm in de buurt komt van hoe Whitney Houston zong. En ja, ik heb er wel heel veel zin in. Er wordt veel van denk ik. Whitney Houston is natuurlijk niet de minste. Nee, voor mij een van de beste vocalisten van de afgelopen tientallen jaren. Voor mij persoonlijk dan, zeg maar. En ja, dat had ik daar wel. In Londen, Heather Headley heeft, als je de kent, een heel erg eigen geluid. En dat had haar alternate ook een beetje. En ik vind zelf voor deze show moet je toch een beetje Whitney Houston geluid hebben. En ik heb tegenspel mogen geven bij alle vrouwen die auditie deden. En dat... ja goed, er kwam enorm veel vocaal geweld op me af, maar ja goed, Romy is het eigenlijk geworden en dat, ik denk echt wel dat het een hele mooie gaat worden straks. En de muziek van Whitney Houston, ik denk tijdloos, maar ook qua stem, maar ook maar de nummers die ze gebracht heeft. Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat het wel echt, het is popmuziek van de jaren 90, zeg maar, 80-90. Nog steeds van nu ook wel, dat zijn wel nummers die nog steeds, I Will Always Love You, dat zijn van die classics, die blijven mooi. Ja. Hoi, Carolina. Je bent er weer, maar nu in de bodyguard. Ja, ik ben overal. Ja. Hoe is dat om van Dreamgirls ineens weer over te stappen in de volgende legende, denk ik? Whitney Houston, de bodyguard. Ja, nou, ik moet wel zeggen, ik reken mezelf echt een gezegend mens. Want de shows die ik doe, dat waren echt allemaal shows die op mijn lijstje stonden van... oh, als ik dat nog een keer zou mogen doen. En ik was in Londen en toen zag ik de bodyguard. Toen dacht ik, oh, ik hoop dat die show naar Nederland komt. En nu... hebben we gewoon de persdag voor de bodyguard. En ik mag gewoon een rol doen, ja. De bodyguard in Londen is anders dan de film. Maar waar zit het verschil in? Nou ja, het is natuurlijk de adaptation. Dus de toneelversie. Omdat je natuurlijk in film veel meer dingen kan doen. En ze hebben een aantal dingen aangepast. Maar in principe vond ik heel erg dat de sfeer van de film heel erg was gebleven. Maar dat is ook wat de mensen denk ik willen zien. En dan ook met alle hits van Whitney. Dus zelfs nog meer hits dan in de film. Dus I Wanna Dance With Somebody, Saving All My Love For You. Het wordt gek. Het wordt echt een feestje. En de mannen, de bodyguards, toen ze uit het vliegtuig kwamen, toen jij het hoorde, laat het zo zeggen. Oh, nou, wij wisten het natuurlijk al een tijdje. En toen ze eruit kwamen, ik vond het ook echt zo'n... Het was ook echt zo'n filmmoment. Heerlijk. Twee van die heerlijke mannen. Heerlijk. Ja, ja, ja. En de muziek van Whitney? Wat ga je nog een aantal nummers zingen? Ja, ik zing onder andere All At Once, Saving All My Love For You, Run To You met Romy. Dat is een duet in de voorstelling. Jesus Loves Me. Ja, ik vind dat, weet je, Whitney, daar ben ik mee opgegroeid. Dat was wat ik vroeger grijs draaide, tot mijn moeder gewoon dat ook helemaal niet meer kon horen. En dat we dan nu een show gaan doen met al haar hits. Gek. Ja. En Romy ken je natuurlijk al een tijdje. Ja, hoe is dat? Nou ja, ik ga niet zeggen natuurlijk hoe oud ik ben. Want, nee, heel jong. Heel jong. Maar ik ken Romy al vanaf haar negende. Ja. Omdat ik natuurlijk met haar moeder in Aida speelde. En ze zat altijd bij mij in de kleedkamer. En ja, het is bizar dat ik nu gewoon nu naast haar een rol speel. We spelen zussen ook nog. En zo zie ik haar ook. Ze is ook mijn kleine zusje. Ik heb ook echt het idee van, ik moet haar beschermen voor dingen. En ik moet haar dingen vertellen. En, maar joh, die meid, dat komt helemaal goed. Romy, ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ken je al een tijdje, maar nu toch ineens zo paf. Ja, in de hoofdrol, net Carolina. Ja. Hoe is dat om met haar die hoofdrol te gaan? Of jij speelt de hoofdrol natuurlijk, maar om met haar te gaan spelen. Ja, dat is super. Het is voor mij heel vertrouwd. Ik ga natuurlijk voor het eerst een musical doen. Dat is best wel heel spannend. Ja. Als ze 22 jaar nog nooit een musical hebben gedaan. En dan heb ik hele fijne mensen om me heen. Zoals dus een Carolina, die ik al jaren ken. Die goed, super goed kan spelen. Een Mark en een Dave, die ook super goed kunnen spelen. Dus het is heerlijk om daarmee te mogen werken. Ja. Ja, dat is een heel veilig gevoel, heel fijn. Maar wat ik me kan herinneren, zingen was niet zo jouw ding en ineens komt dat op. En hoe komt dat? Nou ja, ik kan me niet zo heel goed meer plaatsen hoe dat is gekomen, maar ik heb een keer voor het eerst gaan optreden. En toen ik dat deed, zag ik het publiek dat ik het blijkbaar best wel een beetje kon. Want ze waren heel enthousiast, dus ik dacht, nou, dit vind ik eigenlijk heel erg leuk, ben ik vaker gaan doen. En toen ben ik gelijk mee gaan doen met The Voice. Ik dacht, nou, als ik ergens kan leren, is het daar. Ja, en toen is het op het pad gekomen, dus zo is het een beetje gerold.
En toen ging je op voor de audities voor de Bodyguard en toen? Oh, dat was heel spannend. Ik moest me heel goed voorbereiden. Ik moest een beetje zingen en ik moest een beetje spelen, zeg maar. En toen mocht ik een keer terugkomen voor zeg maar, de volgende ronde. En toen had ik hem binnen een week. Toen hadden ze op van Romy, je hebt de rol. En toen dacht ik, oké. En toen was het, ik heb de rol en gillen en helemaal blij. En je moeder? Precies hetzelfde. Gillen blij, dat is de rol. Die is zo ontzettend trots. Die barst echt van trotsheid. Ja, ja, het is prachtig. Ja. En dan stapte daar net, ja, je hebt de mannen natuurlijk al eerder gehoord. En toen hoorde je wie de heren waren en toen? Toen dacht ik, het was heel koud buiten, maar toen werd het in één keer heel erg warm. En het zijn prachtige mannen en heel erg lief ook. Ze gingen al gelijk in de bodyguard rond, ik had het dus heel erg koud. En toen gingen ze gelijk al zeggen van, moet ik mijn jasje, weet je wel. Dus ze zijn echt gemaakt voor die rol. Echt super. Ja, gefeliciteerd met je hoofdrol. Wat ging er door je heen toen je hoorde dat je de hoofdrol kreeg in de musical? Ja, heel gaaf. Ja, nee, het is een hele gaaf rol. Dus ik was heel blij. Ik had net mijn rijbewijs gehaald toen ik het hoorde. Dus ik kwam net met een blij rijbewijs de deur uit en toen werd ik gebeld. En toen was ik extra blij. Ja. Had je dat ooit verwacht in de musical spelen? Jawel, ja. Ik ben al met een paar producties redelijk ver gekomen. Dus ja, nee, het is geen onbekend terrein. Wel onbekend terrein, nog nooit een musical gedaan, maar ik weet wel waar ik aan begin. Ja. En dan de muziek van Whitney Houston, wat roept er bij jou op? Heel veel, jeugdsentiment. Oh, ja, die vrouw die echt, wat die kan met zingen, dat is... En Romy kan dat gewoon zingen ook. En dat is heel knap en heel gaaf. En ze kan heel goed spelen. Weet ik al. Wat voor bodyguard ben jij? Je stapte net uit het vliegtuig, vol vertrouwen. Zit jou zo als bodyguard in elkaar? Stiekem een beetje wel. Ik heb vroeger heel veel karate gedaan. En dat zit nog steeds in mijn systeem. Als er ergens onrust is, dan ben ik meteen controle en reactie. Dus ja, een beetje typecasting. Weet ik niet. En zo meteen, dag in dag uit, dezelfde rol. Hoe ga je daarmee om, denk je? Ik ben het wel iets gewend met andere voorstellingen. Die is natuurlijk iets intensiever. En dan is het een luxe dat ik die geweldige rol met Mark kan delen. We kunnen elkaar afwisselen. Dat is luxe. Dat is lekker. Als ik het goed heb, zing je geen lied in dit musical. Nee. Jammer? Ja, sowieso jammer. Nee, het is altijd leuk om te zingen. Maar nee, ik vind het niet per se bij de rol passen ook. Hij is toch de mysterie en de man op afstand. En, ja. En Whitney Houston heeft niet zo heel veel nummers voor mannen. Dat is waar. Dus dat is een beetje zo hoog. Nee, zo hoog kan ik niet zingen. Gaat niet lukken. Okay. Ik wens je heel veel plezier en dankjewel. Dankjewel. Ja, Mark, gefeliciteerd met je hoofdrol, Bodyguard. Ja. En wat een mooie aankomst net. Ja, fantastisch. Echt de beste aankomst die ik ooit gehad in mijn hele leven. Het is toch briljant dat je dus gewoon met een privéjet aankomt en dan uit mag stappen. Dus dat was supercool. En zo meteen dan in een rockend Beatrix Theater, de hoofdrolspeler denk ik, de Bodyguard. Heb je de film al gezien of de musical? Zeker, ik heb de film gezien, ik heb het script gelezen en ik vind het een fantastisch verhaal. En een fantastische rol. En ook als een sterke man achter Whitney of achter Rachel in dit geval? Ja, dat is natuurlijk wel mooi. Dat je, dat vertelde ik net ook al. Het is een beetje het verhaal van onmogelijke liefde. En dat een man echt een vrouw beschermt. En dat hij bereid is om daar zijn eigen leven voor te geven. Is natuurlijk best een interessant gegeven. Dat is een interessant gegeven voor een mooi verhaal. Zit dat ook in jou, Vervas? Dat beschermen? Ja, ik denk dat wel. Ja. Ja, ik heb dat wel. Ik heb dat ook wel een beetje in me. En zometeen, ja, dat gaat knallen, rocken, van alles gaat er gebeuren in het Beatrix Theater. Ben je erop voorbereid? En ben jij erop voorbereid? Absoluut. Nee, ja, zeker. Nee, joh, het wordt echt een hele spectaculaire show. Ik heb gehoord van Albert wat hij ermee gaat doen. En ik denk echt dat het dak eraf gaat. Zin in? Ik heb er echt heel veel zin in, absoluut. Ik wens je heel veel plezier, dankjewel. Dankjewel.